Rustdagen zijn in de Tour even schaars als belangrijk. Vandaar dat de vier overgebleven renners van de Rabobank slechts een trainingsritje van zo'n anderhalf uur afwerkten. Maar daarna vooral rust namen. Maar aan het einde van de dag kwam de pers nog even langs in Hotel Eden Park. En dat betekende nog even praten, praten en praten. Maar wel in de ontspannen sfeer die de ploeg nog altijd kenmerkt. Ja, nou ga je natuurlijk denken dat is voor die dikke Frans Maas, hè, maar dat is gewoon niet zo. Hilario, kijk eens wat ik goed voor jou. Het EK was nog. Had jij niet gedacht, hè? Kijk, dus met een oude ploegleider, 9 jaar lang, heeft me opgeleid. Met een korte ei, maar een lange ei. Dankjewel. Tussen alle interviews door had Bram Tankink opmerkelijk veel belangstelling voor de barbecue van Boretti. Ja, nee, ik heb toevallig 2 weken terug thuis een barbecue gekregen, gekocht, zeg maar. En precies hetzelfde. Dus ik wou eens even een paar dingen, want er zitten nog een paar extra dingen op. Ik wou eens even weer doen wat hun nou daarmee deden, zeg maar. En wat maken ze wat je bevalt? Nee, het ging even, er zit een infraroodbrander bij, zo'n grill. En hoe je dat nou het beste kunt gebruiken. Dat was eigenlijk een beetje mijn vraag. Ja, als je straks thuis komt, ben je er helemaal klaar voor. Ja. Ik heb hem al zo vaak mogelijk aangehaald, maar het was tot nu toe niet zo lekker weer. Als het enigszins kan, dan doe ik hem zelfs aan. Ja. Liefhebber van barbecue? Ja, nou, ja het is, ik ben een liefhebber van buiten eten. Lekker buiten op het terras zitten in de zon. Heerlijk. En de kinderen die kunnen dan nog een beetje rondlopen. Het is gezellige tijd met je gezin gelijk ook. Ja, daarom. Het is quality time. Hè. En dat je, zeker, we hebben het zwembad in de tuin en dan kunnen ze daar lekker zwemmen. En dat heb je bij erg op vakantie in je eigen huis. En we zijn niet zo heel veel thuis. Dus dat is gewoon super als je die mogelijkheden hebt. Heerlijk. Hoe gaat het eigenlijk bij jou? Want we zagen gisteren de kinderen van Louis, de kinderen van Laurens. Wanneer zie jij ze weer? Die van mij die zijn bij de Alpen geweest. Zij is twee keer bij de start geweest. Ik ken die zag een keer bij de finish en een keer bij de start. En die zitten daar op een camping. En het is, eigenlijk, ja, we zijn met 2 kinderen dan. Ze zijn al ietsjes ouder. En het is niet te doen om daar veel dagen mee naar de tour te gaan. Dus nu zijn ze een keer bij de finish bij de start geweest. En dan zitten ze lekker op een camping. En vandaag zijn ze weer op weg naar huis. Moeilijk, zo lang wegwijzen? Ja, maar je bent het ook wel gewend. Hè. Het is voor hun misschien nog moeilijker dan voor mij. Dat zei mijn papa en ik ben gewoon toch 24 uur per dag aan het werk bijna. Nog een weekje? Ja, eerlijk. Ja, maar weer, ja, volgende week is dit. Volgende week is dat, ja. En dan zit ik lekker thuis. En dan heb ik hem aan.